Topzeilen TV staat op de wereldbekerwedstrijd in het Frans hier. Met nog minder dan 100 dagen te gaan tot de Olympische Spelen wordt het spannend. Vooral voor de Nederlandse zeilers die hier zijn. En het gaat ook goed met die zeilers. Want Lopke Berghout en Lisa Westerhof staan op kop in de 74-klasse. De Gebroeders Kosten, geen kernploegleden, maar wel Nederlandse zeilers, staan op een tweede plek. De man in de sonar staan vierde, Thierry Smieten staat tweede. En niet te vergeten, Maarten Bouwmeester staat op een eerste plaats. We gaan vandaag kijken, het is wederom stormachtig. We gaan vandaag kijken hoe die Nederlandse zeilers ervan afbrengen. Dat beloven mooie beelden te worden. Lisa Westerhof en Lopke Berghout doen goede zaken hier in het Franse hier. Ze pakken met nog één dag te gaan al de overwinning. En daarmee tonen ze ook vormbehoud aan. Het Olympisch ticket is zeker gesteld. Ja, we hebben gewoon een onwijs stabiele serie neergezet afgelopen week. En dat resulteert in dat we meer dan 20 punten voor staan. En met de laatste medal race, waarin je maximaal 20 punten kan scoren, ja, hoeven we eigenlijk niet meer te varen. Maar er moet nog wel gestart worden. Morgen nog een medal race en gaan we van genieten, ja. Bij Sven en Kalle Koster viel alles ook op zijn plaats deze week. De mannen zijn zeker van een top 6 resultaat. Daarmee hebben ze een halve nominatie gehaald. Daarmee zijn ze eigenlijk zo goed als zeker van deelname aan de Olympische Spelen. Sven en Kalle Koster, jullie hebben je Olympische ticket hier ligt voor het grijpen. Nou, voor het grijpen niet, maar speelt het mee hier achter ook? Natuurlijk, ja, continu. Het is een hele zware week geweest met moeilijke wedstrijden waar we het grotendeels goed gedaan hebben. En je bent continu bezig met het feit dat je het probeert af te ronden. Dat je gewoon eindelijk die ticket op zak hebt om naar de Spelen te gaan. Maar het Bouwmeester in de Laser Radiaalklasse gaat aan de leiding in het algemeen klassement. Morgen volgt nog een medal race en vandaag laat ze zien wat zeilen is op dit niveau. Maar de Bouwmeester, morgen nog één medal race en dan spant het erom voor de dubbele punten of jij de Chinese achter je kan houden. Ja, maar er zijn ook nog heel veel andere hoop meiden. Alles staat heel dicht bij elkaar, dus eigenlijk moet je gewoon zo goed mogelijk varen en hopen om de race te winnen. Want volgens mij zijn er wel iets van 6 meiden die kunnen winnen. Oké, spannend. We gaan morgen kijken. Oké, thanks. De Paralympische zeilers in de sonarklasse werden vandaag nog wel naar buiten gestuurd, maar vanwege de hoeveelheid wind die hier stond, en dat was behoorlijk wat, werden de mannen weer onverrichte zaken naar huis gestuurd. Thierry Smieten in de 2.4-klasse bleef sowieso in de haven.